De discussie gaat dus over de vraag, is het een psychische aandoening of is het een handicap? Ik lees in de Standaard onder meer Elke van den Brand, die zegt, ja, eigenlijk is het een functiebeperking. Wat zegt u als arts, is het een functiebeperking, jong dementie? Goh ja, inderdaad, daar zijn heel wat discussies over. Maar goed, u heeft daarvoor gestudeerd. Wat zegt u dan? in mijn ogen is het ook zeker en vast geen... lijkt mij toch ook geen psychiatrische aandoening. Maar een functiebeperking. Toch wel. En zo is een handicap. Ja. En dus gaat men een persoonsgebonden budget kunnen toekennen. Ja, absoluut. Je mist de kans dan toch wel een beetje? Goh, in mijn ogen is het systeem op zich... waarin dat het belandt, minder belangrijk dan het krijgen effectief het van het gebeurt. Voilà, ja, inderdaad, ja, ja, ja. Dat het gebeurt. Nu,